Goedemorgen, het is vandaag woensdag en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik en Lin zijn dus nu in de stad en we zijn dus nu foto's aan het maken. Het is echt super lekker weer. En ik ben net klaar. Ik heb dus een foto gemaakt met dit topje en dan spijkerrok. En we hebben dus zonnebloemen gehaald. Echt super cute. Dus daar zijn we nu een beetje foto's mee aan het maken. En hierna moeten we dus allebei nog één outfit. En dan gaan we rond 12 uur weer onderweg naar huis toe. Want Lindy heeft dus om 1 uur een klant. Dus ik ga nu eventjes foto's van Lin maken. En dan gaan we dadelijk nog één outfit hier aan de overkant maken. Wij zijn nu klaar met de foto's maken. Ik heb dus voor Olivia en Kate nu foto's gemaakt met dit pak. En het is dus best wel koud. Dus ik en Lin zijn echt verkouden nu. We moeten ons even nu omkleden en dan gaan we dus zo naar huis toe. Het is nu 11:55 en rond 12:30 moeten we wel thuis zijn. Dus ik denk dat we over 25 minuutjes naar huis gaan. En ik weet niet wat er vandaag met deze pluk is, maar die staat heel de tijd naar de zijkant. Super irritant. Maar de foto's zijn echt super leuk geworden. Ik zal thuis dadelijk eventjes wat foto's laten zien. En we gaan nu eventjes naar Joe & Juice om een broodje te eten. Oké, we hebben dus even eten gehaald. We hebben dus allebei een Eccado. Lin heeft hem nog nooit nee, op. Nee, ik heb hem nog nooit op. Oh, ik heb trouwens wel altijd zonder tomaat. Maar die zit er wel op. Die hou ik er wel even af. En allebei een power shake. Wij zijn nu weer thuis. En er is dus een pakketje binnengekomen van Cézanne. Als je het zo uitspreekt. Ik weet echt niet hoe je het uitspreekt. Maar ik heb dus voor het eerst nu een samenwerking met hun. En ik heb een heel leuk vestje uitgekozen. Ik ga deze even uitpakken. En dan laat ik hem gelijk aan jullie zien. Ik heb dus dit vest uitgekozen. Hij is echt super zacht. En ik vind die kleur ook heel erg leuk. En voor nu is het denk ik wel gewoon perfect. Gewoon zonder jas. Heel erg blij mee. Ik ben even naar Schavenzanden geweest. Want er lag dus nog een pakket van Dindy daar. En ik ben naar de Quantum geweest. Want ik en Lin willen even de kamer weer wat opfleuren. Want het ziet er echt gewoon niet gezellig uit. We gaan dadelijk ook die zonnebloemen in een vaas zetten. Maar ik heb dus ook een aantal dingen gekocht. Als allereerst heb ik deze roze kaarshouder. En die heb ik ook in het lila. Dan heb ik deze lila spiegel. Echt super cute. Deze ook in het lila. Deze bloemenkussen in het beige. Deze in het roze ook nog. En dan twee kaarsen. Een lila en een groene. Dus echt super blij mee. En Lin gaat dus dadelijk de kamer doen als ik een klant heb. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Maar ik ga jullie even die dekbedden ook laten zien van Dindy. Twee dozen van Dindy. Ik heb trouwens even de camera ingezoomd. Ik weet niet of het er gek uitziet, maar er ligt hier echt allemaal rommel wat dadelijk weggaat. Dus allebei een dekbed. Lin heeft dus deze. Die is dus aan de binnenkant lila. En aan de buitenkant heeft hij allemaal van die bloemetjes. Echt super schattig. En er zit ook nog een kaartje bij. Er zit nog een slaapmaskertje in. En een handdoek van Dindy. Deze vind ik ook altijd heel erg fijn. Dus super leuk. En die van mij is ook echt geweldig. Dat is deze. Een lila geruit en dan met van die kleine madeliefjes erop. Echt heel erg blij mee. En dan zit er ook weer een handdoek in en een oogmaskertje. Dus ik ben benieuwd. Lin gaat dus dadelijk de kamer doen. Ik ben net klaar met werken. Het is nu 8:00. En Lin die heeft dus net de kamer gedaan. En het is echt super cute. Ik heb hier dus de zonnebloemen neergezet met een vaas die we al hadden. Ik weet alleen niet meer waarvan die is. En dan heb ik mijn nieuwe dekbed erop. Echt super blij mee. Kijk, er zitten dus allemaal van die kleine madeliefjes op. Dan heb ik daar dat nieuwe kussen. En dit is Linder nieuwe dekbed overtrek. Met allemaal van die bloemetjes erop. En de binnenkant is dus lila. Echt heel erg leuk. Dan heb ik dat kussen daar. En dan hebben we daar de kaarshouders neergezet met de kaarsen. En hier dan die spiegel met die soort van knoop. Dan is het toch weer wat meer spring vibes. Dus echt helemaal blij mee. Ik heb ook heel de kamer gelijk schoongemaakt. Dus alles is weer lekker schoon. En ik dacht misschien is het nog leuk om een paar foto's van vandaag te laten zien. Ik had dus deze foto's voor Olivia en Kate gemaakt. Dat pak. Deze foto's gemaakt. Ik had ook een reel hiervan gemaakt, maar die vond ik toch niet zo leuk. En deze zijn echt mijn favoriete foto's met die zonnebloemen. Ik kan ook echt niet wachten om weer binnenkort content te maken. Want ik alleen merk gewoon dat we er echt steeds minder tijd voor hebben. Dus vandaag vond ik het echt fijn dat we gelijk 3 foto's hebben gemaakt. En er was trouwens net ook een pakketje binnengekomen van Kaya.
Echt een van mijn lievelingsmerken. Ik heb dus weer allemaal nieuwe dingen ontvangen. Dus ik ga dit even openmaken en dan laat ik het ook gelijk aan jullie zien. Oké, ik heb dus een blush binnengekregen. Volgens mij heb ik deze wel al. Dit is een spiegeltje. Altijd handig om bij je te hebben. Een lipgloss. Deze is echt super fijn. Dit is een klein oogpaletje. Ik heb hier een contourstick. Deze heb ik volgens mij ook nog helemaal nieuw. Dus misschien dat een vriendin of zo dat wil hebben. Maar deze is wel echt heel erg goed. En dan heb ik nog een lipliner. En 3 oogschaduwkwastjes. Dus dit ga ik even in mijn Kaya make-up tas doen. Want ik heb dus nog echt een hele grote make-up tas van Kaya. Dus daar ga ik dit eventjes bij doen. Want het past echt niet meer in mijn normale make-up tas. Ik heb zoveel make-up. Dus dat ga ik nu even erin doen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik was gisteravond naar Santo gegaan en zus was jarig, dus we gingen uit eten bij een Italiaan. Het was echt super lekker, we zaten echt allemaal bom en bom vol. Maar ik heb me nu even omgekleed en ik heb dadelijk om 10 uur een klant en Stacey heeft nu een klant. Maar ik had ook gisteravond een pakketje binnengekregen van de Room Antwerp, want ik had daar dus een shirt besteld. En ik ben heel benieuwd of die leuk is. En het is dus een beetje zo'n baseball shirt. En dat komt nu volgens mij weer helemaal in. Hij is dus groen met oranje. En ik vind hem dus super leuk voor Amsterdams Verbond. Want dat is dus 5 mei. En ik hoop echt dat hij leuk staat. Ik ga hem nu even gelijk passen. Maar ik heb wel een sportleding aan. Maar dan zie ik natuurlijk wel gewoon hoe de bovenkant staat. En hij heeft dus ook lange mouwen. Maar ik ga hem even passen en dan zal ik hem even aan jullie laten zien. Oké, ik heb hem nu aan. Ik vind hem echt super leuk. Natuurlijk niet op die sportlegging. Maar ik wil hem dus met een korte broek en dan hoge laarzen stylen. En hij was wel wat duurder, maar ja, ik vind hem wel echt mega leuk. Dus ik ga hem sowieso houden. Het is nu 10:30. Ik had dus om 9:00 een klant. En nu heeft Lynn een klant. En heb ik dus dadelijk weer om 10:45 een klant. Maar ik ga nu eventjes lekker de Bachelor kijken. Want ik heb dus nog 3 kwartier pauze. Dus ik heb even een bagel in de oven gedaan. En die ga ik zo eventjes eten met pindakaas en banaan. Vind ik echt zo lekker de laatste tijd. Maar ik ga nu even de Bachelor kijken. Ik ben zo benieuwd. En dan heb ik over 3 kwartier weer een klant. Ik heb trouwens vandaag dat nieuwe vestje aan van Cézanne. En ik ben echt verliefd. Hij zit super lekker. En ik vind die kleur ook echt heel erg leuk. Ik en Lynn zijn even naar de sportschool geweest. En daarna zijn we even boodschappen gaan doen. Dus ik dacht, ik laat even de boodschappen zien. We hebben 2 van deze drankjes. Barista kokosmelk. Aardbeien. Geitenkaas. Ik en Lynn hebben allebei zo'n reep. Deze is echt mijn favoriet. Die hebben ze echt bijna nooit. Dan hebben we deze. Rijstwafels met chocola. Beschuitrollen, want dit is echt super lekker met van die proteïnepudding erop en een banaan. Volkoren tarwemeel, want we gaan dus weer een bananenbrood zo maken. Peer crackers, pindakaas en chiazaad. Dus ik ga dit nu even opruimen en dan ga ik daarna eventjes wat eten. Wij zijn terug van de sportschool en ik moet straks even omkleden, want ik heb dus nog 2 klanten vanavond. Maar ik heb een heel leuk pakket binnengekregen van Spoon Moment, want hun vroegen dus of ik een samenwerking met hun aan wilde. En hun hebben dus ook allemaal matcha. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekregen. Het is echt een super leuk pakket. Ik heb dus deze tas gekregen. In the World Full of Coffee BA Matcha Latte. En dan hier Spoon Moment. Echt super schattig. En er zitten ook allemaal spullen in. Want ik dacht, oh, je krijgt alleen die lepels, zeg maar. Maar er zit echt veel meer in. Ik heb dus deze gekregen. En hier zitten dus van die matcha spoons in. En ik zag net een filmpje hoe het werkt. Dus ik zal ook wel laten zien morgenochtend als ik matcha neem hoe ik dit maak. Maar er zitten er echt iets van 30 volgens mij in. Dan heb ik ook een mok erbij gekregen. Ook met Spoon Moment erop, als je het kan zien. Dan zit er een Korean matcha cookie bij. Ook echt super lekker. Van die sand sticks. Met matcha, eucalyptus en jasmijn. Ruikt echt mega lekker. En dan zit er zelfs nog een matcha masker bij. Ik ben echt heel benieuwd naar deze. En dan nog 3 van die spoons, maar dan in een andere smaak. Dat is dus in chai latte, in ginger en in curcuma.
Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik heb vanochtend een klant gehad. Het is nu alweer 1:30. En ik heb dus net echt 6 vuilniszakken vol met kleding op Vinted gezet. Tenminste, op de foto gezet. Nog niet op Vinted. Dus dat duurt ook nog echt heel erg lang. Maar kijk wat ik allemaal heb gemaakt. Echt heel erg veel. Dus dat moet ik zo eventjes erop zetten. En het is echt super mooi weer. Lindy heeft dus nu nog 1 klant. En daarna gaan we dus waarschijnlijk eventjes samen naar de stad toe. Want we hebben dus morgen een feestje. Maar ik weet eigenlijk nog niet wat ik aan wil. Ik wilde eigenlijk een t-shirt jurk aan. Maar ik twijfel heel erg. Dus misschien dat ik toch een leuker topje zie in de stad. Ik zie ook dat ik de camera vergeten ben in de oplader te doen. Dus dat ga ik nu even doen. Zodat ik hem dadelijk kan meenemen. Maar ik ga nu eventjes deze opdrinken. En dan tegelijkertijd even alles op Vinted zetten. Ik heb vandaag echt super slecht gefilmd. Het is nu alweer 6:00. En ik en Lin zijn dus net naar de stad geweest. Maar we gingen dus echt pas rond 3:15 naar de stad. Dus we gingen echt wel met haast naar de stad toe. En toen zijn we dus naar de Bershka geweest. En daar hebben we echt best wel veel gekocht. Dus dat ga ik even laten zien aan jullie dadelijk. Ik had echt nieuwe kleding nodig. Want ik keek in mijn kast en toen dacht ik echt van ja, ik weet gewoon niet wat ik aan moet. Het is echt zo erg, want we hebben gewoon super veel kleding. Maar ik merk gewoon dat ik heel veel dingen niet meer leuk vind. Dus we hebben echt super leuke dingen bij de Bershka gekocht. En ik ga dadelijk eventjes een outfit uitkiezen voor morgen. Want morgen hebben we dus een heel leuk strandfeestje. Dus daarvoor ga ik eventjes dadelijk een outfit samenstellen en hopen dat het leuk staat. En vanavond ga ik dus een drankje doen met Mike op het strand. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Het is echt super lekker weer. Maar we hebben echt heel veel gekocht. Als eerste hebben we een spijker cropped jasje. En dit alleen vind ik niet heel erg leuk. Maar de broek die we erbij hebben is ook echt heel erg leuk. De code. En we hebben hem in de maat M. En daar hoort dus deze broek bij. En die is precies dezelfde kleur. En wat ik zo leuk vind aan die broek is dat hij dus hier van die details heeft. Het is echt een beetje zo'n stoere lage broek. We hebben in een maat 38. En dit is de code. Ik moet er even een beetje snel doorheen, want ik ben vergeten de camera en oplader te doen. Echt super slim. Dan hebben we een kanten top voor uit eten of zo. Ja, nu ziet hij er heel gek uit, maar hij is echt super mooi. Hij valt dus hier wat hoger. En hij heeft dus een open rug. Heb ik in de maat S. Dan nog een broek. Deze ook super gaaf. Deze valt ook weer wat groter. Dit is deze kleur. En kijk hoe leuk de onderkant is. Hij stond ook echt super gaaf. Dus die in de maat 38. Dan nog een broek. En deze is dus van Bershka Mannen. En hij is dus super baggy. Ik heb hem in een maat 38. Hij valt wel ietsje anders als de vrouw. Want de kruis is dus best wel laag. Maar ik vind dat niet heel erg. Hij loopt gewoon helemaal wijd uit. Echt heel erg gaaf vind ik deze. En dan hebben we nog een basic wit shirtje. Die was maar 10 euro. Gewoon deze. En dan als laatste nog een broek. En deze is ook echt heel erg mooi. Ik vond hem wel best wel basic als je zo kijkt. Maar hij zat echt heel erg mooi. Van die plooien. En hij is weer super wijd. Ja, ik vind het echt geweldig. We zaten dus ook net een beetje te kijken voor nieuwe gazellen. Maar die zagen we niet in de winkel. Dus die gaan we waarschijnlijk bestellen. En Lin heeft nog een zonnebril gekocht. Voor dadelijk met al die festivals en feestjes. Deze. Dus dat hebben we gekocht bij de Bershka. Ik ben er echt heel blij mee. Dus dit ga ik nu eventjes allemaal in de kast doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik was gisteren bij Sam blijven slapen en ik heb me nu omgekleed. Want ik is steeds gaan even naar de stad toe om een foto te maken. Want ik moet dus een foto maken met dit horloge van Dennis Design. Wel echt super mooi. Maar ik heb geen mascara op gedaan. Want we gaan vanavond dus naar Vibe toe. Dat is een feestje op het strand. En daar heb ik echt mega veel zin in. Maar dan wil ik echt dat mijn make-up goed zit. Dus ik doe gewoon dadelijk mijn zonnebril lekker op de foto op. Maar we gaan nu onderweg naar de stad toe. Wij zijn nu in de stad en we zijn dus nu klaar met de foto's. Linde heeft er foto's voor de horloge en ik heb gewoon wat extra foto's gemaakt. Maar we hebben echt mega erg trek, dus we gaan nu even naar Dungelman toe. Maar ik had trouwens mijn outfit nog niet laten zien.
Maar we hebben dus allebei die nieuwe kleding aan van de Bershka. Deze broek ook. Echt superleuk. En we gaan nu lekker eten. Ik heb net even in de zon gelegen en ik heb heel mijn make-up er even afgehaald. En we gaan ons nu dus klaarmaken voor vanavond. Het is pas 4 uur, maar we hebben dus rond 6 uur bij Nick afgesproken. Dus we moeten ongeveer om 5:30 weg en we moeten ook nog wat eten. Dus vandaar dat we zo vroeg gaan klaarmaken. Maar ik ga eerst even mijn make-up doen en daarna mijn haar. Outfit heb ik al klaar liggen, maar die is wit. Dus ik ga dat nog niet aandoen, want dadelijk komt er make-up op. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben me helemaal aan het klaarmaken. Ik heb even mijn haar met de dijzen gedaan en ik ga zo even deze rollen eruit halen. Maar we waren gisteren dus naar Vibe geweest, was echt super gezellig. Alleen ik had dus de muziek wel leuker verwacht, want Stace zei dat het echt een van de leukste feestjes van het jaar was vorig jaar. Alleen Manischix kwam dus draaien en ik vind hem normaal echt mega leuk draaien, maar nu was het iets minder. Maar voor de rest was het gewoon super gezellig. En wat ik dus heel chill vind aan strandfeestjes is dat ze dus meestal om 1 uur zijn afgelopen. Dus om 2:30 lagen we lekker in bed. Maar ik word dus om 11:30 opgehaald. Want ik ga dus een dagje naar Leiden toe. En ik heb gereserveerd bij Paco Chow. Ik heb er nog nooit geluncht. Maar het ziet er echt mega leuk uit. Dus ik ga nu even mijn rollers uithalen en me verder klaarmaken. En dan gaan we dus zo onderweg. Oké, ik ben helemaal klaargemaakt. En ik zal even mijn outfit laten zien. Want ik heb dus een nieuw pak van de H&M. Tenminste, die heb ik al iets van 3 weken, maar die heb ik nog nooit aangehad. En dat is dus dit pak. En volgens mij gaat hij dus helemaal viraal op TikTok. Maar ik had hem echt daarvoor al. Dus ik heb hem nog kunnen scoren. Maar echt mega leuk. En dan met dit tasje. Naar de stad geweest samen met Mike. En mijn bedoeling was dus dat ik niks zou kopen. Maar ik heb echt best wel veel geld uitgegeven. En ik kan me daar altijd zo schuldig over voelen. Het slaat echt nergens op. Dus ik dacht, ik ga het even aan jullie laten zien. We hebben dus ook lekker in de zon geluncht. En het is nu volgens mij iets van 4 uur. Ik moest dus om 4 uur terug zijn. Want mijn moeder had haar eigen auto nodig. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Als eerst bij de Bijenkorf een shirt. En dat is dit shirt van het merk Paul. Ik ken het helemaal niet. Maar ik zag dit shirt hangen en ik vond hem echt heel erg leuk. Dat is deze. Ik vind hem vooral echt heel erg leuk met het roze. En zeker voor met de festivals en met de feestjes nu. Ik kan hem dus ook als jurkje dragen. En ik vind vooral dat roze en grijs echt super leuk samen. En ik stuurde hem naar Lynn en die vond hem ook heel erg leuk. Dus die heb ik gekocht in een maat L. Zodat hij dus wat langer valt. En zodat ik hem dus als een soort van jurkje kan dragen dadelijk. Die heb ik gekocht. En hierbij heb ik dus iets gekocht wat er echt super leuk bij staat. Maar dit shirt was €140. Echt heel erg duur. Maar ik zag hem en toen dacht ik echt meteen van ja, ik vind dit echt heel erg leuk. Dus. Maar dan heb ik bij de JD schoenen gekocht. Van Adidas. En deze wilde ik dus best wel lang al. Maar ik twijfelde gewoon welke kleur ik leuker vond. En nu had ik dat shirt gekocht. Ik heb niet alleen de schoenen gekocht voor daarbij natuurlijk. Maar ze staan er wel heel erg leuk bij. Deze roze gazelle. Ik vind roze sowieso echt de laatste tijd super leuk. En Joanne heeft ze ook. En ik vond ze bij haar ook altijd heel leuk staan. Dus die heb ik gekocht. En dit vind ik echt super leuk bij elkaar. Ik zal het dadelijk eventjes aandoen. Zodat jullie ook gelijk zien hoe dat shirt staat. Maar deze heb ik dus gekocht. Echt mega, mega blij mee. En als laatste heb ik nog een broek van de Zara. Maar die heb ik dus samen met Mike gekocht. Het is dus een maat 40. Dus hij is voor mij wel echt groot. Maar voor een festival of zo vind ik het wel leuk als de broeken ook wat groter zijn. Want hij valt wel echt laag. Dat is deze broek van de Zara. Met van die bloemen erop. Nou, ik ben helemaal ineens fan van die aparte kleding. Echt super leuk. Aan de achterkant is het hier roze.
En heeft hij ook weer aan de achterkant van die bloemen. En deze hebben we dus in de maat 40. Deze is dus van een mannenafdeling. En Mike past die ook. Dus die hebben we samen gekocht. Dus dat heb ik allemaal gekocht. Echt super blij mee. Ik ga deze nu even aandoen. En dan laat ik gelijk aan jullie zien hoe die staat. Kijk, dit is dus dat shirt. Ik heb er nu even een rokje onder. Maar ik doe er gewoon een spijkerbroekje denk ik onder. Of ik draag hem gewoon zo cropped. Dit is dus dat shirt. En dan heb ik nu die schoenen er ook bij aan. Maar er zit dus nog zo'n beveiliging ding op. Dus ik hoop dat ik die eraf krijg. Ik vind hem wel echt super leuk. Alleen twijfel ik of ik het echt geld waard vind. Want het was wel echt duur. Nou ja, ik ga nog gewoon even kijken en nadenken. Ik kan hem altijd nog terugsturen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus even erover nadenken. Ik ben nu bij Mike thuis. We hebben dus net lekker carbonara gemaakt. En ik heb nu gedoucht en mijn make-up eraf gehaald. Ik ga nu eventjes, denk ik, Ex on the Beach kijken. Maar ik weet dus niet of het al op Videoland staat. Of dat het pas morgen of dinsdag komt. Oh nee, hij staat er nog niet op. Dan komt hij denk ik dadelijk op tv. Maar Mike die is nu voetbal kijken. Dus ik ga gewoon lekker iets voor mezelf nu kijken. En ik heb vanmiddag in de stad dus ook weer mijn analoogcamera ingeleverd. Om foto's van Lissabon te krijgen. Dus die krijg ik waarschijnlijk morgenmiddag in mijn mail. Ik kan echt niet wachten. Ik ben zo benieuwd naar die foto's. En er staan er ook nog een paar op van oud en nieuw. Maar dat is echt alweer super lang geleden. Maar ik heb ook mijn nieuwe schoenen net aangedaan. En ik ben er zo blij mee. Het shirt ga ik ook houden. Ik had Lynn gefacetimed en naar Reetje en alles gestuurd. En die zeiden ook allemaal dat het heel leuk is. Dus ik ga hem gewoon houden. Maar ik ga nu lekker chillen. Morgen moet ik dus weer werken bij Joanna's Store. Maar morgen gaan we dus in plaats van foto's maken gewoon alles inplannen. En dinsdag gaan we dus foto's maken. En dan gaan we zaterdag alweer naar Ibiza toe. Ik heb er zoveel zin in. Ik ga deze week ook even met Joanne kijken wat voor outfits we willen meenemen. Want we gaan dus ook haar sieraden shooten. Dus dan willen we wel gewoon leuke outfits bij elkaar. Maar echt heel veel zin in. Goedenavond, het is vandaag maandag. En het is nu 7 uur. Ik ben dus nu bij Mike thuis en ik heb heel de dag gewerkt bij Joanna's Store. De dag vloog echt voorbij. Het was echt bizar. Ik heb dus heel de dag gewoon dingen ingepland voor Insta en posts ingepland, stories gemaakt. Dus daar ben ik eigenlijk mee bezig geweest tot en met 5 uur. En morgen gaan we dan weer 2 collecties shooten. Ik had ook lekker geen make-up opgedaan vandaag, maar ik ga nu lekker douchen en mijn skincare doen. En ik zal mijn skincare ook eventjes filmen. Ik ga het ook even voor Insta filmen, want ik moet nog een aantal dingen maken voor Lyko. Dus dat ga ik nu even doen, want het is toch nog licht buiten. En dan ga ik daarna lekker chillen. Ik had gisteren dus geen Ex on the Beach gekeken. Dus ik denk dat ik dat dadelijk eventjes ga kijken, want volgens mij gaat Mike sporten. En dan ga ik gewoon even lekker in bed chillen. Daar heb ik echt zin in. Oké, ik heb gedoucht. En ik heb onder de douche dus alvast mijn huid gereinigd met van Kiehl's en deze van Lancôme. Deze ruikt zo lekker. En mijn huid voelt echt nu al super zacht aan. Ik ga nu dus deze opdoen van The Ordinary. Dan gebruik ik daarna deze. Deze gebruik ik echt al super lang. En dan deze tonic van Lancôme. Ook echt een van mijn favorieten. En ik heb hem echt al een tijdje, maar hij is echt nog steeds super vol. Dan doe ik lekker deze op. Van Laneige. Wat in scherp. Deze. Even haarolie in van Marianilla. Mijn haar is ook zo droog de laatste tijd door het verven, denk ik. Dus ik doe er best wel veel olie elke keer in. Dan mijn haarparfum van Kijoo. Super lekker. Dan ga ik mijn haar even een vlecht doen. En dan doe ik als allerlaatste nog mijn Sol de Janeiro spray op. En dan ben ik helemaal ready om lekker in bed te chillen. Echt super veel zin in.